De afdeling rijbewijzen van het Korps Politie Suriname gaat door een transitiefase. Deze heeft te maken met de afgifte van nieuwe rijbewijzen. Het KPS stapt over van het welbekende PVC-rijbewijs naar een elektronische rijbewijs, het zogeheten e-rijbewijs. ATV-reporter Sifra Goudland maakte de volgende reportage. Zoals u achter me ziet, staan we bij de afdeling rijbewijzen, waar we hebben begrepen dat al een hele poos er, problemen, maar dat er geen materiaal is voor de examinatoren die geslaagd zijn, dat ze gelijk hun rijbewijs kunnen krijgen. Wij zijn dan hier, wij hebben een afspraak gemaakt met mevrouw Deekman van de afdeling voorlichting en zij gaat ons dan vertellen wat het probleem is over de afdeling rijbewijzen. Kijkt u mee. Inspecteur Rachel Deekman, hoofdvoorlichting van het KPS, geeft aan dat de apparatuur voor het vervaardigen van de e-rijbewijzen al in orde is. Echter is men op de afdeling rijbewijzen bezig met de afronding van de technische aspecten die de werkzaamheden moeten vergemakkelijken. De operationalisering zal na dit proces plaatsvinden. En we zitten in de fase van voorbereiding. Dat is één. Vervolgens zijn we bekend met ons COVID-probleem. Dat is mede dus ook de oorzaak geweest waarom het een en ander iets langer duurt dan we gewoon zijn. Als ze zijn geslaagd, maken ze aanspraak op een rijbewijs, gewoon vanwege het feit dat ze zijn geslaagd. Ik zei het eerder al, het COVID-probleem heeft mede een rol gespeeld. En het tweede punt is dat we in de fase zijn van transitie. U begrijpt dat als we willen overgaan naar het e-rijbewijs, dat het niet wijs zal zijn om nu zonder meer rijbewijzen te verstrekken, terwijl we aan dezelfde mensen e-rijbewijzen willen verstrekken. Dus het is, ik onderstreep, is een echte fase van overgang van het PVC-rijbewijs naar een e-rijbewijs. Het heeft ook wel dezelfde vorm, PVC, maar het wordt een e-rijbewijs. Dus vandaar dat ik ervoor kies om namens het Korps Politie Suriname een beroep te doen op de geslaagden. Om nog heel even geduld te hebben, omdat we echt bezig zijn met het voorbereidingswerk. Wij hebben in een bericht aangegeven dat een paar technische zaken in orde moeten komen. En als het goed is, gebeurt dat heel gauw. De afdeling rijbewijzen heeft vanwege de COVID-19-pandemie vanaf de maand maart 2020 een grote achterstand opgelopen in het verwerken dan wel het verstrekken van een rijbewijs aan geslaagden van het rijexamen. Met de introductie van het e-rijbewijs zal het noodzakelijk zijn dat de houder in het bezit is van een identiteitskaart, oftewel een e-ID. Hoe lang de transitieperiode duurt of wanneer die verloopt, weet Deekman niet precies. Als ik u nu een datum opgeef, wek ik bij u een verwachting, doe ik een belofte. Het zou niet correct zijn van mij om u een datum op te geven, omdat we voor een groot deel afhankelijk zijn van de techniek. En de techniek is nu heel erg bepalend. Maar nog een keer, het zal niet zo lang meer duren. Een reportage van verslaggever Sifra Goudland over het nieuwe e-rijbewijs dat het Korps Politie Suriname binnenkort wil gaan verstrekken.